Wanneer is omgekeerd om aan die loop gekregen? Ja, gisterochtend al. Ik wil je nog concert, maar je zou je het plezier van mij of je middags. Doe toch een gat naar mijn joni kwam. Ah, ga niet, alright. Hoe lijkt het omgekeerd? Kan ik hem oppakken? Die zal het wachten tot namiddag. Je denkt nog niet aan die controle. Ga je de kaartlijst weer omgekeerd? Kan ik hem niet gauw oppakken? Net voor 10 minuten. Jongen, ik weet daarom niet. Ze is nog niet. Ik ken jullie jongmannetjes. Bij die maar kijk hoe lijkt je weer. Ah, ga niet, dat is het nou op. Hoe lijkt je blommetje voor jou, Kitty? Het is prachtig. Wie heeft het gestart? Gert van Maas heeft het restaurant voor mij al opgezet. Vraag mij nog al 10 shillings voor je affaire. Is het al droog? Ja. Jouw kerel zei, is nog niet klaar met zijn checker, Rini. Om Gippie zal maar moeten ingaan, anders krijg je heel zijn oorval. Ja, goed. Ja, 10 minuten. Dank je, om Gippie. Je zal maar het voorvliegen. Ik heb nog een stok achterin. Wat? Komt u die Kim? Dat is voor jouw oorpak achterin. Dank je. Dank je, mooi terug. Ik wil zo gaan, man. Laat hem samen komen, Kitty. Hij kan op jouw squat zitten. Ach nee, man, laat hem blij. Ons moet nu terug. Alsjeblieft, man. Jij kan in Jezus stierwiel passen als ons terugrijden, hoor. Doe maar, Kitty. Laat hem maar bij mij blij. Ik kan deze slag bij alle vliegtuigen. Kijk. Okay. Als je denkt, ik word daar een beter te weten succes getriks met de nieuwe vliegtuig uit. Daar is het uit, Kitty. Het was verloren wachten. Kom, ze engine heeft gesneden. Delicate you, you will never fade or die, while my true love is true. Little flower, with your perfume so rare, we were just passing by. Discovered you there, and a voice seemed to say, from the sky up above, this is one flower that grows for those in love. And then we knew were intended to be as one, and our love seemed to grow every hour, and is growing like a sweet, petite little flower.
Renet! Ek het net verstaan. Staan in vliegtuig, kijk ek. Kan jy ook kijk? Ja. Wat kan jy pa sê as jy hoor jy het gehaik? En nou? Sy self staat er hier so omgestoot. Self aansitter en ek stoot nie. Ok, self aansitter, self stater, jy sal nog moet stoot. Hoekom verkoop jy nie die gedruis nie? Dis nie gedruis nie, is die erfstuk van my pa. Nou, hoekom maak jy om hier reg? Ek het nie geld. Ja, maar jy het geld om Toria toe en terug te ry. Ek moes die lugmag kom sien het, Renet. Ek kan jou opgesê, dat jy nou jou oogtoets gaan slaag. Daar is niks. Jy kan nou loods word, as jy nie kan sien nie. Daar is niks met my oog verkeerd. Jy het nog jou toets gedop. Ek is net een bykie bysiende, dis al die dokter het gesê sal wegkom. Nou ry ons elke ding dan van Potchefstroom af Toria, toe net om seker te maak, jy nog een bykie bysiende. Niemand het jou verplig om saam te ry, nie, René, toe nie. En niemand gaan my verplig om te stoot nie, Barry die jong. Ok, kom klim jy en ek sal stoot. Nie dat jy. Sit om die tweede switch om aan en laat die klats uitkom. Die wat? Die klats. Die koppelaar. Ok, koppelaar. Laat die koppelaar stadig uitkom as hy goed loopt. Nou stoot man. Ok. Ok, Renet, jy die ding in vierde raad. Jy kom man, ek is jas. Pras gedoen, jy raad stoot. Daan is stoot. Ok. Right, ok. Net as hy gevat het, dan trap jy die klats weer in jou haal op die trap. Maar jy het nie my gesê nie. Ja, hy is. Sê dat hy hem lach. Oké, nog nie uitkomen. Goed. Right, oké. Pas hy. I know it is nowhere. Dis hy die jongseen. Lyk my hulle was weer haaks. Maar ek het gesê die danigheid so gauw oorbaan. Ek was ook bang sy word ernstig. Sy is so eie met hom die laaste tyd. Goeie hemelse mens, alles maar net student. Maar dat wees daar baie studente huwelike. Nou jy weet het net nie, maar jou dochter het al gepraat van trou. Mens wil ek nou nie eindelik sê nie, maar hy is daarmee jood maar ons soort mens nie. Dit het niks te doen met soorte mense nie. Daar is niks met Barry die jong verkeerd nie, hy is een goeie sien. Nou kom, was jy dan so effentjies toe jou dochter met hom wil uitgaan? Ha? Dit is net dat hy so een bykie onverantwoordelik is op die pad is al. Nou juist, dit lyk hy aard na sy pa. Daar was ook niks met sy pa verkeerd nie, hy het net een bykie veel vuur gehad is al. Hy het sportmotors en vliegtuie. Nou, kyk wat toe gebeur. Hy het hom en sy vrou al twee verongeluk. En toe moes jy oma die kindjie groot maak. En wil jy nou regtig vir my sê, daar is niks mee verkeerd nie. Dis precies waarvan ek praat, Samantha. Ek is nie blind vir ons dochter sy foute nie. Sy en Barry saam is soos petrol en vuur. Dis waarvan ek bang is. Wat is dit nou weer? Ek praat van daar die simpel wetenskappe wat hy aangaan. Dis waarvan ek praat. Wat sy wetenskappe? Dat hy vir R5 met Ernst van Til sy motorfiets oor die besproeingskanaal spring. En dat hy in die middel van die nacht met wat noem jy dit nou weer? Een foefie slide van die kerktoring sy dak afglij. Hy moes dit in die nacht doen, anders het dominee omgesien. In elk geval moet hy op een of ander manier extra sakgeld verdien. Nou kom, kan hy nie soos enige ander student een behoorlijke deeltijd sy werk kry nie. Hoekom het hy sy leven waag vir belaglike bedragies? Omdat hy verbeelding het. Lyk my daar die kereltjie toch invloed op haar.
kind. Dag, Arnoud. Dag, kind. En dan, Kips? Hoor het? Oh, Olaf zo rooi maak mooi. En hoe is Barry hier, soplief? Nee, hij en die hond is al bij die luchtskip. Hij is weer in de bui. Maar dan ga ik zo door. Maar wacht zo'n beetje, dan vat je zomaar koffie staan. Jullie twee weer ruzie gehad? Nee. Ach, niet eens waar die oogtoets in. Oh. Eén keer achter jou is een lappie. Dan vat je zomaar een beetje beschuit ook staan. Dan zij is hier het gestuur. Zij te veel aan mij zijn. Wie is dit nou, die beskuit of aan Sysie? Die beskuit natuurlijk, stupid. Ik gooi vir julle gauw die koffie in. Daar is melk in die ijskas. Wacht maar wat ons hou van zwart is. Nou ja, goed, dit. Hier. Nou zo. Dankie. Als hy. Bye. Tot ziens. Zien julle later, hoor. Aan die andere kant geef ik ook niet eigenlijk om. Zij kan act zoveel als wat zij wil. Misschien voelt zij waar acting zoals ik weer vlieg voel. En weer mijn honden. Dat is waar die knoop ligt. Die mensen denken ik wil vlieg net om te proberen snaaks is of anders te proberen wees. Ze beseffen niet dat ik voel zoals dat beeldhouwer wat dat beeld wil maken of een schrijver of zoals ze net weer acting voelen. Hulle weet allemaal wat hulle wil doen. En ik wil vlieg. Gies jou koffie, Mandy. Hoeveel kost het om te leer vliegen, Barry? R15 per uur. Hoe vraag je? Nee, vraag maar niet. En hoeveel uur moet je vliegen om een licentie te krijgen? 40 uur. En van wanneer af stel jij belang in vlieg? Jo, R600. Dat is baie. Ik zou zo smilen. Hoe kom maak ons hierdie ding reg? Wat? Ek sê, hoe kom herbou ons hierdie vliegtuig? Is jy ernstig? Tuurlijk is dit. Nee, is laffer net. Jy kan nie hierdie ding meer reg maak. Nee, is oor die meer. Nou, maar waarvoor staan jy dan nie? Kom, gooi jylle my weg nie. Ek weet nie. My oma het die ding hier ingepak na my pa en sy dood. Jy weet hoe ou mense is. Sy het nou nog haar lokkies van my en haar bybel toe ek so groot was. Pasop net vir pofadders. Huh? Ek sê pasop net vir pofadders. Skrik die verkoude pampoen. Ach, sy lyk jy vir my te sleg, nie? Dis nie een sy nie, dis een hy. Nou, hy dan. Al wat hy nodig het, is een bietjie verf en so'n bietjie... Ach, wees, kom ons sy vlekke makkelijk regbuig het. Pas plak, hier en daar. En hoor as wat het stikkend is... Die wat sy die, he? Die machine geweet. Is een Venturi. Wen wat? Churi. Tjori. Ek denk, is vir hom regmaak. Renet, wat op aarde het in jou ingeval? Niks, ek wil hom net regmaak. So wat? So waar as wat om na die Noordkee valstalle dra. Valstanden draag. Ja. En geld? Waar kunnen ons die geld? Ach, is makkelijk. Ik kan makkelijk deeltijdse werk krijgen om Billy Sukuka kelner in op sy restaurant. En wat denk je gaan jou pa sê as hy hoor sy dochter werk in een café? Het is geen café nie, dis een restaurant. Oké, restaurant. Hy sal die stuipe krijgen as hy hoor sy dochter dra behoorde vies en chips in een café rond. Niemand het gepraat van vis en skuifs nie. In elk geval, my pa kom nooit aan, jy sal nooit weet. Barry, dis al 11 uur. Ek denk nou kan jy huis toe gaan. Kan
Kan ik maar nog een school werken, meneer? Ik kan doen met die extra geldjes. Nou goed, Ossien. Trek naar die deur achter je toe, alsjeblieft. Want die scheefje werkt niet zo mooi, niet. Nacht, hoor. Nacht, meneer. Meneer? Barrington Smith. Keith Barrington Smith. Het witzus. Billy, you seem to have a slight communication problem here. Wat bedoelt meneer Smith? Barrington Smith. Wil ik probeer niet uitvinden of meneer Barrington Smith iets wil om te eten. Billy, wie is hier een nieuwe kostcookie van je? Renette Melang. Professor Melang van Universiteit. Nou ja, Renette. Bring voor mij alsjeblieft. Mejuffrouw Melang. Met witsaus? Met witsaus. Ontspan. Nodig om ontsteld te wezen. Een punt is hij verbaande vent, hè? Ah, verdraal maar, je eet gereeld. Ja, maar wie is hij? Jij met die haren. En nu de procureur. Skatrijk, ongetrouwd. Zo'n beetje boeiends. Ik kan het zien. Met witsaus? Dat is hij. Mmm, looks fine. Billy zei van mij, je is Barry de Jong, zo mij zie. Hoe gaan we met die Tiger Moth? Hij doet ook in. Een perfecte toestand nogal. Is het? Wat heb jij nog? Hoe zal hij daarvan houden om samen met mij te gaan vliegen? Nee, maar ik zal het daarvan houden, nee, dank je. Ik verkies het om met de openbaar carrière te vliegen. Luchtvaartkundige Renette Melang, rapporteer voor dienst. Is de fashion show? Jij hebt gezegd dat ik mijn werkskleren krijg. Lijkt mooi. Jongen, dus bij al die goed op de rechte plek te krijgen. Dit wat ik zelf strip zal ik aan terugkrijgen. Wat mij worry is die parten wat niet brein opgepakt. Jouw taal, Barry, de jong, jouw taal. Jouw taal, Barry, de jong, jouw taal. En heeft je me daar free aids flat aan, alsjeblieft? Dan heb je mij die drie-aks plat spanner aan, alsjeblieft. Sleutel. Spanner, ik wil niet die ding op, Winnie. Je zit hem weer bij hem gekregen, hoor. Bouw ons een vliegtuig? Huh? Of stel ons stoel, zei. Ik ga niet net een hele bel omkrap, net om een sleutel te krijgen wat meneer in zijn zak gesteekt heeft. Hierzo. Die eindelijk lijkt zij binnen goed gelaat die slecht voor als we die deur gemaakt hebben, ja? Hij heeft niet zoveel deur gemaakt, nee. Hulle nekken het afgerukt door die bomen strak. Kijk hoe lijkt die vlerken. Hoe kom die boerse vlerken vast? Met houtsparren en rigging aan die onderste vlerk. Er is nog iets wat mij worry. Ik weet niet precies hoe hulle vastkomen. Maar kan men die oude vlerken zien? Hulle is zeker weggegooid toen hulle die vlerken afgehaald het. En zo 10 van daar, 316. Plastic tubing, half ding. Maak het zo 10 voet. Mag ze beginnen, hoeveel is het? 20 cent. Maak het maar 8 voet. Ik pak die rum zo. Ja, alright. Cheers, Barry. Cheers. Nou, wie wil ik dat zeggen? Ja, maar wacht, ik doe dit niet voor de bijstraal. Dat is niet een kunst, niet. Je zo vinnig dit die vlammen, je voelt het niet eens, niet. Jij zal het niet doen, niet. Of course ik zal. Don't tempt him, he's mad enough to do it. Is niet bij. Oké. Okay. Ik bid je, ik zal. Hé, hey, dat is niet ons waar die aankomst is, Dani. Ik heb het gezegd net zoals op je prankje. Chicken! Ons moest gezegd, jij is net back. Hoe zit Barry, man? Geef wel hulle geld, niet. Kost loop. Man, wat is 10 rand? Nou, jy gaan gaar verbraai in die ding. Oké, okay, laat waai.
Cocktailpartners. Wat is goed? Oké. Hoenerster, partijkie vrienden. Snaaks. Hoe laat ze dit nog gaan? Man, ik draf samen. Nee man, hij is een machine, denk jij is blind. Oké, ik weet je twee randen zien mee. Twee randen die je wakker. Dan ben je alleen. Maar morfologisch uit... Ons kan morgen niet. Ons kan morgen niet dagen starten, ze kan mij niet horen. Bijvoorbeeld op... Maar op... Ik kan niks doen zonder je mijn mensen mij daar vat om hem in te stellen. Vergelijk ons profiel en profiteer, dan merk ons dat die accent op verschillende delen valt. Je ziet ons dat Barrington Smith het daarmee de vocale van die woorden verschilt. Denk je mij niet? Die klankvorm van die morfine is ondergeschikt aan die woorden. Zal de meneer Lange van Malan als het Brits staan? Huh? Werk? Ja? U vindt blijkbaar die lezing baie vervelig, want u zit aanhoudend met juffrouw Malan in gesels. Ik neem aan dat die feiten wat ik aan u probeer oordra reeds aan u bekend is en u dus niet die nodigheid inzien om te luisteren. Ja, ik weet niet wat ik bedoel. Zal u alsjeblieft zo goed wees om die stelling wat ik zo pas probeer verduidelijken aan mij weer te geven? Logische dinges van woorden. Aangezien die meneer blijkbaar op de ingeving van die oomblik besluit het om die lezings bij te wonen, en het reeds in die middel van het jaar is, zou ik aanbevelen dat hij die zaal nou verlaat en volgende jaar terugkomt om in te schrijven voor die cursus. Hier staat een spoorsperk, kijk hier. Kan ze voor Tony vragen voor zijn nieuwe raamwerk te zagen? Wie is Tony? Tony, man, Tony voor die decorbouw. Tony! Ja. Kan je niet zomaar voor een vrouw voor ons die timing op te komen stellen? Ach, geloof, Barry. Zonder manual kan je ons hem niet aan die loop, nie. Zal die machine niet zo apart, nie? Ja, hij is een zeker loop, maar hij is een slecht getuned. Ach, kom eens probeer hem toe. Huh? Tony moest toch oude schroef van Japan niet stoer. Oké? Okay. Kijk. Mijn prop is slecht gekraakt, maar sinds ik er over heb probeerslag. Prop, nee, schroef. Prop, schroef is het ding wat mensen hout in de bij. Zeg voor hij disc jockey en me nog een geil in petrol genomen. Maar het zal zelf doen, ik denk een bank is een bakje nog. Frans. Contact. Ach, kies. Schakelen. Switch off. Schakelen. Contact. Schakelen. Switch off. Schakelen. Contact. Schakelen. Draai die dingere net. Hij is stijf, man. Het jy nie maar gaan jou pijpen nie? Doe het zelf. Zo meisie mens nie, hy me ken ek nie. Oké, Renet. Kom, klim jy in toe. Asseblief, kom. Ek sal draai, klim jy in.
ek los my nou. Renet, gaan sit jy en draai. Man. Doe net. Onthou nou, op is af. Ek weet. Ek bedoel, af is aan. En op is aan. En onthou, as hy vat, trottel jy terug. Ja, ek is so noosel nie. Ek gaan jou nie haal as jy by die deur uitvlieg nie. Contact. Contact. Switch af. Schakel af. Contact. Contact. Switch af. Sies ek nie aangeskakel. Nou switch jy ding andere net. Kei. Contact. Contact. Hy is af, man. Nou hou die ding aangeskakel, Renette. Ach nee, los die ding, man, hy is in sy swernoten. Misschien is dit net een klein foutjie iewers. Klein foutjie sy voet. Mens laat dit nooit in die loop krijg. Ek weet nie hoekom ek ooit na jou geluister. Wat bedoel jy na my geluister het, Barry Dion? Dit was jou idee om hom op te bou, nie my nie. Nou los het. Ok, los het. Contact. 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 Derry ken, hy moet altyd rond met die lot ou motors. Waar gaan jy nou? Ek gaan die polisie vind. Ek gaan hom verklaar. Sê som van die hond wat nie gelicens is nie. Middag, is die Potchefstroomse tak van die Suid-Afrikaanse polisie hier, Constabel Treuren heeft met praat. Constabel, ek denk jylle moet die band stuur. Hier is so verskrikkelike geraas by Susie die jongen in sy achterplaas. Naam asjeblief? Van Graan. Luister. Adres asjeblief. Steinstraat nummer 5. Steinstraat nummer 5. Goed mevrou, ek rapporteer het, tot ziens. Die hond, sê vir die hond. Daar op Graan, meer respect vir alle mens. Jene, sergeant, dit is nou een aeroplein. Marag, Susie. Marag, Herklas. Wat soek julle nou eindelijk? Nie, ons is hier op een onderzoek. Iemand gebel in verband met een remoer. Wie is gebel?
Ek hoort hier van Gram. Ach, is hy jou man vanavond wat haar so opkeil. Ek nee, hoor jou. Jy kan sien, jy is nie lawaai nie. Jy is recht. Middag, sergeant. Middag, Marty. Maar wat ze gaan doen tussen die? Dat is de Tiger Moth, sergeant. Nee, ik weet dat ze Tiger Moth, man. Maar ik meen, wat wijskap jullie met hem? Ja, dat is Malcolm Reich. Mooi oude Tiger. Ik het wel zelf bevliegen in orde. Recht? Zo. Maar, ik het deed als afgeschietjes vliegen. Zo waar? Ja. De Koran van Richthofen, Charles Fortune en John Love, alle ons. Kijk. Dis Renette, Barry se nooie. Aangenaam. Aangenaam. En dis gestabel toe by training. Aangenaam. Aangenaam. Barry, ontmoet ook aan stabel training. Aangenaam, kennis. Sê my, waar het Susan die tijgers gevlieg? Man, hier is in die noorde. Toes ons later oor see, jy weet Holland, Frankrijk, ons hulle oorals gevlieg. So Susan kan ons gaan help in die instel van die engine. Nee man, nie daarvan weet ek sliep blauw. Kijk, my mechanic het al haar goed gedoen. Vlieg ja. Sy ingewande is van my duister broer. Jy sê, is amper nes hier uit by hem. Man, hoe vraag jy vir Constable Terry nie? Kijk, hy tjoen al het my Harley Davidson. Hoekom het hy so gebackfire? Ek weet nie, sy tyd is uit en ons het nie dope oor sy ignition timing en valve settings nie. Kind, jy kom ons gaan maak vir hulle koffie. Gaan jy saam, Herr Klas? Het lyk my toch nie of jy veel weet van machinery. Ja nie, kijk, ons pilots het nooit met hierdie goed rond. Kom, kijk jy. Kom met deze baie draaikies en plaks. Want dit is twin ignition en dit is eindelijk wat my opvang. Waarvoor is dit? Waar die kelding aan vastkom. Die wat? Kelding. Stikkend hè? So bieke. Hé jongens, ons sal moet de manual kry. Heard the racket, recognized the tiger. Sounded rather sick, huh? Was is nog bezig om hem in te stellen. Must say, it's more moth than tiger. Wil je over zee ons bono? You're wasting your time. Die ding sal nooit weer vlieg nie. Natuurlijk sal hy. En binnen 3 maanden. Well, you're entitled to your opinion. As a matter of fact, I came here to make you an offer. What's the offer? I'm prepared to offer you 500 rand for this thing. As it stands. Well, you know, I'd like a few spare parts standing by. One never knows. You mean you will my tiger koop for 500 rand? That's right. I think 500 rand. Hierdie tiger krijg jy nie vir 5000 rand nie. 525? Nee. 550. It's my final offer. Lyk my jy is doof. Ek het gesê ek verkoop hom nie. R600. Nou betaal ik te veel. Kijk hier, meneer Smith. Ik heb gezegd, ik verkoop hem niet en ik bedoel dit. Zal jij en je Bentley alsjeblieft naar jullie rij krijgen? Do you know who you're talking to? Ja. Otto Stroomse nummer 1 windbol. Look, everyone knows you haven't got a cent to your name. Just in order that you can have your fun here, you're quite prepared to let Renette work in a cafe. Met of zonder wit saus. Wat wil je gedoen te hee? Hij wil ons tijger koop voor spaarparten. Wat doe? Je was amper spoot. Als hij bieke langer van dit bij hem gevoet het. Hij sê toch, maar hij had niet eerst koffie gehad nie. Hij is echt nog voor ik hem kon vragen. Wel som ooms, hij sê niks werd. Hij kon toe nie baie help nie, sergeant. Hij is te veel plaksies en draaikies. Nee, jy kan het sien.
Nee, dankie, sir. Hou dit net vast. Nou, Marty, wat is als verkeerd met die gedoente behalve nou? Sy tuning. Piet is gestaan, sy magneto is nie lekker en hy prop het een slechte bas in ons. Was juist bang net dat ons hem opstap. Sersant, sal sersant vir Barry leer vlieg as die tiger klaar is. Ja, nee, kyk my kind. Dit sal ek doen, Barry. Ek sê al jou fijner pinkies wys van, jy weet, van een dogfight. Van Emil Monroe. En die van Richthoof en Jive. Die het niks om oor te worry nie. O, ek sien jy verdien daarom ook jou brood, ne? Waarmee kan ek help? Ek het vanochtend een voorskrif ingehandig. Is dit al reg? En elke 4 uur. 82. Het jy nog nie besluit om die tiger te verkoop nie? Nee. Laat my weet as jy van plan verander. Die ding sal toch nie vlieg nie. Oor 3 maanden is in die lucht. 50 cent. Nou goed, ek sê jou wat. Jou mond is maar so groot, sit jou geld. Waar jou mond is. Excuse dat? Ek weet jou, dat daar die ding sal nie oor 3 maanden vlieg nie. Kom, smaak nou so. Vlieg jy oor 3 maanden, gee ek jou 500 rand. Vlieg jy nie, dan verkoop jy hom aan my vir 500 rand. Lyk my, jy is bang? Ek kan val. Ek kan deel. Dis vandag die 8ste. Jou tyd is verstreke op die 8ste februari. Toedeloed. Hoe lyk het, kree daar nog kans vir jou huiswerk? Wat is die huiswerk, Susan? Daar wil jy leer. Ja nie, ek soot. Gee my die type aan asjeblief, Susan. Yes, lekker is donker hier so. Nee, hier dan nie het George nie. Nee, en net het die ding aangeloos, die batterij is, pap, soos. En waar is er net vandag? Nee, ek weet nie, sy moes al hier gewees het. Dis een vliegtuig. Dis wat my oos lag. Nou? Sersant is een tiger. Hij is nogal hij veel baard progereer. Ja, ik wonder wat zoek hij hier. Hey, Sersant is er net al bij hom, hè? Nee, man. Ja, dit is. Ik zal hij zelf enige plek herkennen. Ik heb het erover gezien. Dus wat is er aan zoek? Die deur zit hier voor mij staan en afzoek. I'm glad you like it. Wat, gee om as ek een foto van jou neem, van jou en die tiger. Doe man, jy lyk so goed sonder jou baard. Ah, you like it. It's the Barrington Smith Summer Special. Where shall I stand? Ek dink hier by die prop. Stop net hoor. Hou dit so? Nog een?
kan ons dan een kry van die engine kap op. Wat? Ek wil graag een foto van die engine nie. Van jou en die engine. Yes, tell a good idea. Ek ben? Ja, ek denk miskien een beetje ernstig in hierdie het, as ek jy... Ek denk yes. Kijk, ek so in die engine. Ja, in die engine. Wasn't ready. Ja. Dankie. Wat is dit hierdie? Dit is een blond potlijn. That's the magneto. It generates the current that ignites the petrol. Wat is een machine het hy nou eindelijk? This one. It's a gypsy major. Develops 130 horsepower at 2100 RPM. Hoe weet die magneto nie? Hoe weet hy nou eindelijk wanneer hy die goed moet aan die brand steek? Well, that's a little difficult to explain. You see, the... Jy ken nie miskien nou... Jy weet het... The handbook? Yes, I've got one at home actually. That's a jolly good idea. Why don't we go home and have some tea and you can have a look at the handbook and I'll explain it all to you very carefully. After you. There we are. Careful, best china. Let's let the tea draw and I'll go and fetch the handbook. Quite simple. Here we are. And how do you actually tune the engine? Ah, well that you do with a screwdriver in one hand and the handbook in the other. Lynette, het jy gister saam met die Smith karakter gaan vlieg? Van wie? Smith. Smith? En het is nie vir jou simpel hou nie, jy weet precies waarvan ek praat. Waarvan? Het jy of het jy nie? Het ek of het ek nie wat? Saam met hom gaan vlieg. Ja, ek het. En waarvan? Waar is my vlek? Ek wil hom vanavond vir jou broek. Ek wil hom nie vanavond heen, ek wil hom nou heen. Jy is bezig om my af te sê, Barry, die jong. Barry? Okay.
Who's there? I said, who's there? Fabulous, René. Potjestroomse AM Matahari. Ja? En weet je mijn gelachte die de camera klap wil aansluiten? Oké, ik trek het terug. Wat is die snelste ding, hè? Zo kamp. Een wat? Een carburetor. Dan kort ons nog net een prop. Hoeveel kost een schroef, hè? Nee, ik is niet helemaal zeker. Zo 40, 50 rond. Ik zal vrijdag maar uitvinden zo'n Victoria toe gaan. Nee, maar ik vergeet niet. Niet waar? Ik merk niet. Nee. Hoeveel geld is nou weer? 35 rand, samen met mijn geld van die week. Plus 30 rand van mijn voorschot. Minus 15 rand dat ik van oma moet geven voor Lucies. Mm-hmm. 50 rand! Als ik 2 schroeven koop. Goedemiddag, juffrouw. Kan ons met iets helpen? Ach, kan iemand zeggen wat de skroef kost voor de Tiger Moth is? Ja, kom eens kijken. Je weet, Tiger Moth part is deze dag schaarser als 100 tanden. Al dat leef bouw die goed moest nou op. Ja, is zo. Ja, hier zijn. Gypsy Moth. 9531942H/4. Dit is 125 pond. Dit is 250 rand. Nee meneer, ik wil eigenlijk niet, ik wil niet die houtstuk hier. Dit is om, 250 rand. Hoe is het zo? Ik wil morgen. Morgen, net. Zoek je mij? Ja, ik wil net voor Susanne iets vragen. Vraag je, kan je nog iets vragen? Je weet maar ons politie is hier om niet publiek te dienen. Hoe kom je hier in school in? Nee, ik heb een vrije periode, Susanne. Nee, en kijk. Ja. Ik weet niet waarom Susanne niet al weet van iemand wat een paard verkoopt. Nou, wat is een paard? Dat is mijn nek, want verkoop ik het geld nodig om een schroef voor die Tiger te kopen. Kijk, het laatste paard geen idee, van, maar. Wat wil je dan, hè? Zo, 225 rand. Ons eetgeld is niet genoeg, nee, allemaal voor 50 rand, geen ons nog nodig. Ja, dat is het lomp geld. En dan lees dan, kon ik hem niet geld helpen, ik heb nog een paar pond in die postoffice. Nee, dank je, Susanne, maar ze wil niet lenen, ik wil niet schuld, nee. Maar mijn kind is me zo niet haastig, nee, ik kan ons nog betalen, want hij dat wil. Nee, ik wil liever ster niet. Wacht, bier. Wat is er een politie van de poel wat praat? Nee, ik niet hier. Susanne, niet zeggen, alsjeblieft, want als er iemand komt, zal Susanne niet meer zien. Ja, kijk, mijn kind, ik. Je weet, ik is toch je beste speerder in die fors. Lieve to me. Dank je. René? Ja, Susan? Notre Dame, denk ou koning boer van de ridderrijschool. Ik denk hij zoekt een paard. Denk Susan, dat is al belangstelling. Ja, nee, kijk dat ik met hem praat. Geef mij zo, geef mij een half uur. Dan bel je mensen dat je zegt wat zij die ouwe. Dank je, Susan. Waar is Susan? Morgen, Renéetje. Nee, dank je. De? Wil ook één.
Luister, jy nou seker jou pas in die perk mis daar by die stalle nie. Nee, wat, hy steer om ons Jan Penny nie. Ja, maar wat van die daar werk? Ek het vir my geel omgekoop en vir my pa se dier brand hulle. Jy is stout. So'n sand sal hulle nie snaaks dink. Dis ons nou hier so langs die pad stinwag. Nee, kijk, ek het hulle ons gesê, het gaan moeilik wees om jou pa se plek te kry. Daar is ons hier. Bang hulle dink ons Penny gesteel of iets. Wat gesteel? Kijk, ek is mos hier. As een dienaar van die gerechtsel, ek sien het al volgens wet verloop. Daar kom die lorry nou. Hallo Archie. Hallo. Archie Bolklein, dus juffrouw Renette Malang. It's a deal, my girl. It's a muy Mary. Who's a Mary? Nee, a hums. It's a stallion. Oh, yeah, stallion. Of course it's a stallion. I haven't got my proper glasses on. Soms hy dalk 'n slagter of 'n ding. Nee, Renette, nee, is nie. Luister na my. Ou kwentjie hier is baie lief vir diere. Jou pers sal by hom so veilig wees as 'n vark in Palestina. 250 het jy gesê. Makkels. Dankie. Archie, ek denk jy moet nou maar uit, die kind is baie hard sê oor haar perd. Jacob! Mr. Cullen? Hoeveel games is er sant me nou aan my voor? 164. Games het jy nou al gewen? Interessant, dit sal die eerste een wees. Speel hom net zacht. Nie hard speel jy. Neem jou tyd op. Dan moet die game wen. Hy is in. Die bal is dan net nou hier so gewees. Ja, my boete, ek het nie so opgelet nie. Die ek kom met hy maar hier gelet. Nee, Rera. Interessant vlieg. Kan ek vlieg? Het ek ook ooit vir jou gelieg? Jy het by een circus aangesluit. Wat is dit? Dit is een meel. Ek doe ons een propeller. Sst! Dit is jou een man na koop. Wat? Met waar die duivel het jy om nou vastgeleid? Ik kan vastgeleid nie. Ze slank die betontak het om vir 50 rand gekoop. Is dit al reis om ze slank de paiementen afbetaald? Sweet met my, Mikey. Krijg op dek dat ons moet invoer. Mens krijg er nie sonder. Wat is dit ding jy nog nodig? Kijk hoe. Magneto, sergeant. Ach nee,
Ek het nog baie kontakte, maar ek is seker ons sal daar ook regkom. Contact. Switch off. Switch off. Contact. Contact. Switch off. Switch off. Contact. Contact. Switch off. Switch off. Open it up. My magneto! Somebody swiped my magneto! Barry, waar gaan we eens even proberen? Op een jongs vermelense plaats, jongen. Dat is lekker plat daar, als er misschien iets gebeurt. Oeh, dit is op Skorbedraai. Ja. Daar hebben we bakjes van Jernelle. Dus maar hij werd gisteren die verken kom halen. Ja, hij heeft ons hier meer zo op een plat geslaan en hij. Graspollen afgesneden, hij is een fabulous oom. Zie toch, maar dan moet ik vooral een beetje beskuit samen nemen. Ach nee, oom, ze is niet plek voor een meisje, zo waar. Net een sloopie. En nee, wacht. Ik moet nog mijn civies aantrekken. Ja, Klas. Ik wil jou een beetje zien. Wat voor mij? Ja, voor jou. Moet niet vergeten om je hond toe te maken. Ja, ooms. Ja, Suzy? Kom bij mij, Klas. Maak toe die deur. Herklas, het jij voor die kinders die geld gegeven voor die propeller gedoet? Nee, Suzie René, moest die plek verkoop aan jou koon. En nie het Barry dat hoor nie. Maar paas bekies van die postoffers vertel hem van my, jy daar 250 rand kon trek. Was dit vir die kinders? Nee, ek het moest gesê, ook aan die pers gekoop, dis waar hy geld van haar kryk. Nou ja, goed, kan aan die pers gekoop, maar jy daarvoor betaal. En daar die enste pers, die wij nou daar in die kampie achter die tjelsoffers. Maar dis maar net tot die kaptein terugkom. Die weiding het opgeraak by jou kum, by jou kum. Jy jok van my, van der Poel. Nee, Suzie, ek sal ons nooit vir jou jok nie, jy ken my. Kijk, ek ken die hele story. Daar is sogenaamde kou aan die perskoper, is niemand anders as Elisa Jacobs, wat die winkeltjie hierboe op die kruisbaie het nie. Dis waarom is dit nie waar nie? Waar kom jy aan die story? Nou praat ek die waarheid of praat ek nie die waarheid, nee? Is net een trekkie hier en een stampie daar en ek het die hele story. Praat ek die waarheid? Dat trein nie met sy groot bek. Nou, en die huis wat jy 28 jaar voor spaar, wat daarvan? Nee, die los ek maar. Buitendien is Amisies Rabinowitz bezig om my kamer te verf daar nie en niks. Oh, so. Nou kijk, nou gaan jy hoor en jy haal jou goedjes en jy trek nou hier by my in. Suzie, propose jy nou? Kinders? Hey. Kinders, ek voel hier reeds een geskikte oomblik, aangezien ons by mekaar is om een publieke aankondiging te maak. Na diepe oordenking van julle oma, en natuurlijk van my kant, het ons besluit om een aankondiging publiek te maak. Wat dit het jy al gesê? Excuse, ja. Na vele oordenking, ek bedoel, na vele pogings, met dierheid, sonder enige geweld, het ek julle oma oorreed om met my huwelik te tree. Rarig, oma? Ja, my kind. My liefde aan, ooms, geluk. Maar jy sê ons niks. Geluk, Susan. Moet ek nou van Susan sê opa? Ai, opa, niks nog eers getrouwd. Nee, dank je. Nog koffie, Susan? Nee, neem ik hem niet gauw. Wat me? Hij is hier, luister jong, ik zal verwacht die niet vandaag samen jou kan vliegen. Je weet, die getrouwde van je oma had mijn maag heel te mal omgekrap, joh. Ach nee, je slijk, Susan, wie gaat mij nou leer vliegen? Maar was je niet in die Air Force, nie? Ja, ik was een jaar in die luchtmacht gymnasium, maar wat altijd ik van vliegen had weet, dus die paar keren waar die Harvard
Al wat pilots mij die stok laat vassen. Hé, hey, jong. Ik ga haar boer molesten, maar ik het lang lassen. Ik het laatst in die oorlog gevliegd, man. Ach nee, kom, sergeant. Zo'n oud veteraan kan moest hij gaan staan en ziek worden. Nee, kom. Nee, zo rijd je, maak me nu net verder bang. Wacht, zo rijd, los. Sergeant is toch niet bang, niet? Allee. Rijd. Morgen meneer, kan ik helpen? Ik wil een diefstal rapporteren. Naam alsjeblieft meneer. Barrington Smith. Keith Barrington Smith. Keith Barrington Smith. Wat is gestolen meneer Smith? Barrington Smith. Die paard? Die sergeant heeft het bij juffrouw Malang gekoopt. O, dat is Renetsen, hè? Ja. Zij is juist vroegbeochtend al uit samen die sergeant om Barry's aeroplane te dragen. Die sergeant gaat die paard vooral teruggeven van verjaarsdag. Maar meneer moet niks zien, dit is geloof nog een geheim, hoor. Do you mean to tell me that Barry de Jong is going to take that wreck of his up there and fly it? Yes. They went out to George Vermeulen's farm already early this morning. Where's the telephone? In the charge office. It's 10 cents for the eerste 5 minuten and 5 cents for elke verdere 5 minuten daarna. Hello? Professor? Barrington Smith here. Fine, thank you. Man, daar het simpel klein Barry de Jong en jouw dochter is groeit Skurbedal toe. Met daar wrak van een vliegtuig van hulle. Ja, constabel training, ze hulle gaan geloof vlieg. Dank je meneer Smith, ik rijd dadelijk. Want ik ben er niet, ik kan toch. Het klas. Kom maar, roep ons, Berger! Ocean, ik mag geen respect voor jou, ook daar niet! Daar is het heel verliefd, ik heb het toch maar het gas dichter! Hey, I'm gonna slip one out!
jou gesê, het jou gesê. Het lok, was het lekker gestand? Was het lekker? Oh, kom, klim in, man. Oké. En maar. Kom, ik doe vast, man. Op. Ja. En nu? René, is niet op pa waar hij aankomt. Jezus, lafster, staan er zeker om jou en aan Gertrude. Wat is hij, man? Kijk hoe snel in die donkie. Kijk nou, die kamer moet verlaten. Maak hier net. Niks, pa. Denk je niet beleid om jouw voeten bij die skepsel de jong te zetten, nie? Ja, pa. En waarom luister je dan niet? Ik zal en slaan jouw zitplekken vier warm. Was jij van plan om hier wrak te plannen? Het is niet een wrak, nie, professor. Ons het om zelf opgebouwd. Net my niet, ja, pa. Moet je jou altijd met zulke dingen bezig? Wat ze dingen, ma? Simpel onverantwoordelijke mannetjes soos die. Luister, mevrouw, daar is niks met mij verkeerd, nie. Laat ik bij de hospitaal krijgen. Haal zijn bril af. Oppas, oppas. Zijn bril. Wat is dat? Wat is dat? Pa, wacht. Ach, ik mag niet wat er opzetten thuis. Nee, wat is dat? Waar is moeder? Het zit vast daarboven. Wat van die MG? Gelaar MG? Nee, het stampt te veel. Hij zal nooit die 40 mijl aan. Wat het nou gebeurd? Het is zijn maagstersand. Ons moet hem dadelijk bij het hospitaal krijgen. In die plaats mee zijn motor. Jong, heeft de bakkie. Maar ek het om jongens in oor om die bakkie naar die winkel toe. Luister al wat oorblij is die vliegtuig. Barry, hoekom vat jy hom nie? Sy stand met die labbies en hulle is al twee verongeluk. Dis al kans vir net dat Barry hom vat. Vrou, ek het nie een licentie nie en die vliegtuig is nie geregistreer of lugvaardig. Nee, sal my vang sit ek in die tronk. Susan, kom help gauw, alsjeblieft. Maak een klip. Meneer, kan je schrijven op iets? Ik maak een schrijven. Een oogvoort, ik heb een gedoe. Ik heb een oogvoort in de dag. Hier is een lap. Waar is een lap hier binnen? Voorzichtig. Het is op zijn benen op. Wat moet ik maken? Wat moet ik schrijven? Schrijf, schrijf. Wat? Krijg ambulance met zuurstof op luchthaven gereed. Wat meer? Wat die oor is? Die is niks oor die meer. Dis die waterpipe wat so raas van muur opgerof is. Wat is dit? Een klipmeier. Die wat ding. Een lapmeier. Wat is daarop geskryf?
Wat maak je hier, man? Ons vermoeden is zijn maag, dokter. Hoe lijkt je, dokter? Ik kreeg niet eens aan het maken. Ik heb het hem net bij tijd hier gekregen. Eenstig, waar is mijn pa? Hij is al weg hospitaal toen met de ambulance. Die dokter zei hij zou keuken is. Oeh, maar Barry zei dat pa is al klaar voor je hospitaal, maar de dokter zei het lijkt is je erg. Dank je, Barry. Nou ja, zeker maar terug naar het pa toe voor iemand zin ik het omgevliegd. Je zei potje hier, maat. Mijn ook. Yes. Waar ga ik ons tafel? Maar rechter, zo. Ik breng net je brief terug. Die majoor zei baie dank, hij het gelees. Dank ik ons tafel. Een maat die zou met reis, hé, kom, ga naar moeilijkheid wezen. Geen arresteer. Maar je hebt zo weg als jullie twee. Lig je zo? Ma, ik ga samen bij. Ik krijg niet veel jongens gedaan. Ga naar ooit vlieg. Vriendelijk, wat denk jij? Ik ben goed. Pas maar. By, and the first seemed to say.